15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zo'n 13 miljoen mensen in Nederland mogen dan hun stem uit gaan brengen. Onder hen ruim 800.000 mensen die 18 zijn geworden en dus voor het eerst mogen gaan stemmen. Ik ben heel benieuwd of dat ook jonge mensen uit Alphen aan de Rijn van hun stemrecht gebruik gaan maken. We gaan het ze vragen. Hey, goedemiddag. Hoi. Hoi. Mag ik jullie wat vragen? Ja hoor. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 18. 18? 18 geworden. En weet je wat er dan 15 maart staat te gebeuren? Natuurlijk, Tweede Kamerverkiezingen. Tweede Kamerverkiezingen. En gaan jullie zijn jullie plan te gaan stemmen? Ja, zeker. Ja, dat zeker. En voor jou dan hele belangrijke onderwerpen? Voor mij zijn de belangrijkste onderwerpen juist wat we dit moment over met het milieu, hoe dat voortgaat, maar ook juist onze toekomst, dus hoe het met onze studie gaat, hoe het de belasting wordt geregeld, dat wij niet straks alles hoeven te lossen als voor we erop staan. Ja. Ja, en voor jou? Voor mij vind ik Europa heel belangrijk. Het is toch wel iets waar ik toch wel sterk voor wil maken. Europa vind ik wel belangrijk. Maar ook dingen zoals de economie. Het is natuurlijk heel belangrijk om een goede economie te hebben. Die kunnen we alleen profiteren laten. En hoe bepaal je dan je keuze? Kijk je naar al die televisieprogramma's? Of ga je naar de stemwijzer toe? Of nou, ik heb inderdaad een online stemwijzer gedaan. En ik heb voor de rest ook gewoon veel gepraat met familie en vrienden natuurlijk. En op het nieuws is er van alles nog wat te horen. Maar het is niet dat ik die debatten online heb gekeken hoor. Nee, dat was er komen er nog een paar. Ja, was het niet van plan. Weet jullie al wat je gaat stemmen? Je hoeft het niet te zeggen, hè, Schijn? Ik weet het al. Ja? Ja? Dat kwam er goed uit. En geen zwevende kiezer meer? Ja. Nou, hartstikke goed. En heel fijn dat jullie 15 maart gaan stemmen. En zorg ervoor dat al je vrienden en vrienden dat natuurlijk ook gaan doen. Ja, zeker. Dat is ook heel belangrijk. Dus, super, dank jullie wel. Ja. Hoi. Oké, okay, tot ziens. Hey dames. Hoi. Hoi. Mag ik jullie wat vragen? Ja. 15 maart. Zegt die datum jullie niet? Ja, dan gaan we stemmen. Ja. Ah, voor het eerst? Ja. En je zegt het ook heel zeker, wij gaan stemmen. Ja, wij gaan allemaal stemmen. Dat is de bedoeling. En waarom ben je zo overtuigd dat je wilt gaan stemmen? Ja, voor het eerst. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, maar... Ja, je kan natuurlijk gewoon een beetje... Ja, je hebt stemrecht, dus ja, je moet ook benutten voor het land. Ja, zo belangrijk om te gaan stemmen. En waarom is het belangrijk? Ik vind het wel belangrijk om je mening te laten horen. Dus als je niet gaat stemmen, dan moet je ook niet zeuren. Nee, vind ik wel. Ga je geen commentaar meer nee, over? Nee. Ik ben hartstikke blij dat jullie 15 maart inderdaad van dat hele mooie democratische recht gebruik gaan maken. Ja. En mocht je nog een twijfelaar tegenkomen, zeg ze en vertel ze hoe belangrijk het is dat ze 15 maart inderdaad aan de stem doen. Zullen we het doen? Ja. Hulde, hartstikke fijn.